Succes, boys. Succes. Veel plezier. Oh, Gunner. Ja, ik ga voorzichtig door de eerste bocht. Ja, ik zie het, ja. Jezus. Links. We hebben het overleefd. Oh, zo. Kom voor je. Anders komt voor mij. Je durfde de deur niet dicht te gooien. Huh? Ja. Mm-hmm. Oh, zo. Oké, goede gevechten gelijk al op het begin, boys. Wow. Wordt gestreden om elke fucking centimeter. Zo. Oh. Godverdomme. Oh jongens, daar ga ik. Helemaal eraf. Oh shit, mijn auto glijdt al over de fucking place. Remember, box this lab. Keep
wordt dan mooi, maar als er hard wordt geraced, stil? En voor Gunner is het volgens mij het langste dat ik je ooit heb zien meeracen, of niet? Dat wel. Ik moet echt gaan wennen aan het anti-blok systeem, jongen. Ik kan daar niet mee omgaan. Ja, je moet je rem voor de bocht heel hard intrappen en dan zachtjes aan loslaten. En niet sturen en remmen tegelijk. Nu ben je gewoon de hele tijd aan het opscheppen met je fastest lap. Nee, ik was batterij aan het opladen. Is toch lekker? Dan krijg ik geen puntje extra. Ja, ja, zeker. Heb je ook al een stuurstukje? Wat zeg je? Heb je nu ook al ondertussen een stuurtje of naald op de controller? Nee, nog steeds mijn controller. Nee, nog steeds geen stuur. Nee, ik wil meteen zo'n playseat hebben eigenlijk. Zo'n Maar dat kost echt klauwen vol met geld. Wat? Ik heb de playseat challenge, die is 200 euro. Nee, ja, ik wilde die playseat, dat carbonnen kuipje. Of carbonnen, ja, hoe noem je dat? Piek, ja. Ja, precies, ja. Je moet ergens beginnen. Ja, dat is waar. De bel. Ja, ik zou open doen als ik jou was. Godverdomme, even wacht, hoor. Het zal ook weer niet wel kunnen zijn, hè. Nee. Rondje voor de zaak. Is goed voor de banden. Ja. Yep. Let's go. 10 seconden penalty. Om ik even afgaan. Wat is dat nou hier? Een stuk afgesneden of... Ja, meteen bij na bocht 2 rechtsaf. Die shortcut. Toch klaar? Laatste ronde nu. Ah. Ja, ik moest me zo even naar een kinderfeestje brengen. Hey, jij lag nog voor mij, Gundevil. Ja, ik ging eraf. Ik stond gespind aan de zijkant. Gefeliciteerd. Lekker. Thanks. Oh, ik heb mijn best gedaan. Fucking hell. Wat een tempo. Ja, lekker race, jongens. Tering. Ja. Yeah. In het begin dacht ik wel echt een paar keer van, oh, dan liggen we er even z'n drieën af. Ja, ik ben op het begin zo voorzichtig, man. Ik ben op het begin zo voorzichtig. De eerste twee rondes, die waren echt insane hoeveel fucking gevechten waren. Ja, die waren echt... Ja, dat waren wel intense rondes, ja. Nee, dat stuurtje, de slip op Alphys, Kill the Bus, ik... Dat.
Maar toen je me eenmaal voorbij ik kon je echt niet meer bijhouden, man. Je ging veel te hard. Ja, het ging hard. Oh, Coach, daarom wilde ik hem niet uitnodigen. Ja, sorry, ik zal volgende keer naar je luisteren. Bennen. Hey, maar Bennen, ja. Op vermoeden van doping gaan we je toch disqualificeren. Ja. Het was wel top dat je er was. Lekker. Kijk, één ding is een zekerheid in ieder geval. McLaren staat altijd op een podium. We hebben nog even. Geen realistisch spel. Alvist, we kunnen nog steeds constructeurskampioenschap winnen. Kiel, ik dacht op het begin echt: wat doen we hier? Allemaal om elkaar eruit proberen te remmen, binnenbochtjes pakken. Oh, Jesus. Ja. Kijk wie de grootste cojones is had. Maar geen kreeg in de eerste bocht. Nee, dat viel me nog wel mee. Net als het Gunnen dit keer zo voorzichtig was. Ja, dat de luck-up lock-up gebeuren is er niks voor mij, man. Ik kan er niet meer oefenen, man. Oefenen. Ja, man. Je moet gewoon eerst echt heel hard je rem intrappen, man. Als je gewoon door het pedaal heen. Ik zat al bijna door de vloer heen, dus... Maar dit is echt bizar, man. Want mijn kwalificatie reek 1.29.8. Vanuit het niets, want dat had ik dus niet gisteren gereden. En gisteren reed ik gewoon 1.31 en nu rijd ik 1.33. Ik snap er helemaal niks van, joh. Bizar. In de race bedoel je? Ja. Ja, volgens mij klopt het ook niet altijd eenmaal helemaal. Ik vind het echt super weird, man. Dat is zelfs dat je default setup gebruikt, zeg maar, en dat je dan op Italië al de topsnelheden van 3.30 haalt en op alle andere circuits haal je dat niet. Ook al heb je exact dezelfde... Nee, true. Dat is helemaal waar. Dus, maar misschien proberen ze die shit gewoon per track te tweaken, zodat je enigszins realistische rondetijden nog krijgt ofzo, anders weet ik het ook niet. Ja. Dus ik moet er vandoor, guys, want ik krijg straks bezoek, dus ik moet hier het hele huis nog even gaan opruimen en klaarmaken. Maar het was weer super fucking gezellig, man. Maar nu zie ik waarom Kill the Bus heeft gewonnen, hij heeft gewoon zitten laggen, zie je dat? Hij heeft zo'n geheime powerboost knop. Nee, dus ik moet er vandoor, guys. Dus als jullie nog willen racen, by all means, doe het, man. Dus dan. Hey. Goed, coachje. Ja, dan gaan we volgende week. Als jullie allemaal kunnen, gaan we volgende week dus China rijden. Al. Want anders gaat er helemaal geen Ja. Welke dag, Koos? Ik denk zaterdag. Gewoon. Oké. Dus, maar ik laat voor de PlayStation Discord voor PC. Ja, ik laat in de Discord even weten. Ik maak gewoon even planning. Voor volgende week kan ik wel gewoon normaal plannen. Dus. Yes? Oké, Koosje. Yes. Iedereen. School, jongens. Mensen thuis ook bedankt voor het kijken. Het was super gezellig. En wellicht ben ik vanavond wel weer online met een nieuw gamepje. Dit was Formule 1 2018. Bahrein. Helaas niet kunnen winnen. Maar het was desalniettemin. Nee, het was absoluut niet bagger. We hebben absoluut genoten, jongens. Mensen, heel fijn weekend. En nog een hele fijne race. En AX PSV toegewenst. Later. Later.